De oppositie kan zich helemaal niet terugvinden in zaken die zijn gepresenteerd door president Desi Bouterse tijdens de algemene politieke beschouwingen in DNA. Het staatshoofd heeft een rooskleurig beeld geschetst over de economische situatie in het land. Maar de oppositionele fracties vinden juist het tegenovergestelde. Ook de gezondheidszorg baart hen zorgen en ze vinden dat de president geen duidelijke oplossingsmodellen heeft aangedragen. NPS-fractielid Gregory Rusland en Mahinder Joggi van de VHP hebben tijdens de interruptieronde gisteren scherp gereageerd op de presentatie van Bouterse. Een motie die daarna door de oppositie is ingediend voor ombuiging van het beleid is verworpen. Ik zou ingaan op het probleem welke ik heb gekenschetst met betrekking tot de grootte van de begroting voor 2019. Waarbij we praten over een bedrag van 15 miljard. Terwijl we in 2018 naar alle waarschijnlijkheid ongeveer 7 tot 7,5 miljard zullen uitgeven. Dat betekent dat u van plan bent om in 2019 het dubbele uit te geven van wat we in 2018 hebben uitgegeven. En mijn vraag was, heeft Suriname inderdaad die absorptiecapaciteit om een verdubbeling van het budget te kunnen accommoderen? Ik betwijfel dat helemaal. Vanaf 2010 tot heden zien wij de staatsschuld, voorzitter, bijna 19 miljard. Mijn vraag aan de regering is, voorzitter, aan de president. President, u hebt zoveel geld uitgegeven. Hebt u elke Surinamer een woning gegeven, president? U had ze 18.000 woningen beloofd. U had beloofd, president, gezondheidszorg voor iedereen. Heeft iedereen gezondheidszorg in het land? We leunen aan tegen 19 miljard schuld, voorzitter. Voorzitter, hebben alle kinderen gratis onderwijs, zoals dat beloofd was, voorzitter? Ook hebt u gesproken over gezondheidszorg. Op dit moment is er geen chemokuur in Suriname. Kankerpatiënten die zitten zonder chemo. En ze mogen geen onderbreking hebben, want straks slaat die chemo niet meer aan. Op dit moment is er geen chemo. Wat gaat u doen? Wanneer u straks even kort hebt, pakt u het vliegtuig en u gaat naar Cuba. Maar de kankerpatiënten die moeten hier sterven. Wat gaat u daarmee doen? Bouterse was niet onder de indruk van de vragen en opmerkingen. Het staatshoofd meent dat de oppositieleden niet praten vanuit een concept, maar slechts politiek willen scoren. Als u geen concept hebt, wordt het moeilijk om met mij te discussiëren. Dus ik begrijp het helemaal. Maar wanneer ik u uitleg dat zoveel procent van de infrastructuur ondersteunend is aan de productie. Wanneer ik u aangeef hoeveel wij stoppen in educatie. Educatie dat te maken heeft en te maken heeft met de toekomstige ontwikkeling. Maar erger nog, mevrouw de voorzitter. Erger nog. Men heeft niet geluisterd naar de uitleg over de economie. En daar gaat het uiteindelijk om. Wanneer ik daar sta achter het spreekgestoel, mevrouw de voorzitter, en ik geef heel concreet aan in welk zwaar weer komende van 2014, waar de zaak nog 4,5% groeiende was, en aangeef dat in 2015 wij een duik maken en een inkrimping krijgen van min rond 4-5%. President Desi Bouterse in DNA tijdens de algemene politieke beschouwingen. De oppositie was het niet eens met zaken die zijn gepresenteerd door het staatshoofd, maar volgens Bouterse willen zij slechts politiek scoren.